Wij roepen op vanuit het collectief tot bundelen. Omdat we weten dat als we geen vuist maken, dat we go moro dipi in apeti in Saoedetide. Onthou wansani, o moro langa yus don, e je swari, o moro yo abi swari. Na ting, udoro in wan tempe, uno mans don, uno mantan de vrijdag strana mamoro, let sa u gwenti. Wij roepen niet op tot chaos. Laat dat duidelijk zijn. Wij staan achter elke democratische vorm van protest, omdat dat ons recht is. Het primair doel is dus niet om op dit moment een kabinet, een alternatief kabinet te presenteren. Dat punt is nog lang niet zover. In elk van ons staat schuilt er iemand die kan opstaan en zeggen van, en ik wil dit niet langer. Daar begint het bij. Het gaat om Surinamers wakker maken dat ze opstaan en moed krijgen om op te staan. Daar gaat het in deze fase primair om. Het gaat niet om wie ons komt joinen, al ben je NDP'er. Niet omdat je op de NDP hebt gestemd, op deze regering hebt gestemd, betekent het dat je rustig moet blijven. Ja, het gaat erom, die stem die we man, naar jullie die tak in tak van één. Mensen, dit kan zo niet doorgaan. Ik heb gestemd omdat u mij heeft gezegd, er komt een betere toekomst. Ik heb gestemd omdat u heeft gezegd, die dingen gaan omhoog. We gaan een mooie koers hebben voor een betere Suriname. Niet hiervoor hebben die mensen voor de NDP gestemd. Komt dat als een kring? Alsjeblieft. Uno wanneer regering aan de man is moro. Komt dat als een kring? Want ze zijn niet in staat om ons naar grotere hoogtes te brengen. En laat me zeggen, door onze mobilisatie gaan wij niet alleen naar de massa werken, maar ook naar onze volksvertegenwoordigers. Ook naar de mensen die in de coalitie zitten. Dat ze bewust worden dat ze geen dekmantel kunnen zijn van mensen die corrupt zijn en mensen die machtconcentraties plegen. Het punt is, de mensen die volksvertegenwoordigers zijn, zijn door verschillende lagen uit de bevolking gekozen en daar geplaatst. En uiteindelijk willen we ze oproepen dat ze dit volk niet in de steek laten. En duidelijk zich niet laten gebruiken als stemvee, ook niet in het hoogste college van State. Maar dat men duidelijk hun stem laat horen van meneer, dit kan niet zo verder gaan. En daarvoor gaan wij mobiliseren. Wij gaan ze wijzen dat de meerderheid niet meer achter ze staat. En dan moeten zij zelf de consequenties trekken.